Eden's Boy leidt. Eden's Boy, Harenev Boko, daarachter aan de relingzijde Iowa River. Dan Gold Rush, ha, alles kan eigenlijk nog. Zelfs Hotshot Drop en Driedek aan de buitenkant naar voren gaan. Mr. Blitzer Bit hebben nog kansen. Ze gaan de paarden de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Nog altijd een lengtevoorsprong voor Eden's Boy die het weer oppakt. Eden's Boy aan de buitenkant, Harenev Boko. Driedek aan de buitenzijde, het paard buiten weddenschappen. Mr. Blitzer Bit. In de laatste rechte lijn. Nog altijd die lengtevoorsprong voor Eden's Boy. Buitenkant Harenev Boko komt wel iets dichterbij. Harenev Boko komt zeker dichterbij. Harenev Boko is ernaast. Harenev Boko is er overheen. Zo'n koers. En dan zo winnen. Go baby. Go, go, go. Harenev Boko. Dan Mr. Blitzer Bit buiten weddenschappen voor Eden's Boy en Gold Rush H. Alleen de winnaars officieel, dames en heren, want die staat er al. Dan kunnen we die gelijk gaan huldigen. Harenev Boko, Misha Brouwer, ze winnen 1:17.6 na een eigenlijk onmogelijke koers. Dat klopt inderdaad. Onmogelijk parcours voor deze Harenev Boko. Een vijfjarige zoon van Varen uit Tempel Boko. Duits gefokt, eigendom van stal PD. Gereden dus door Misha Brouwer en getraind door de man die er nu 3 op rij weet te winnen. Bas Krebas, vorig jaar trainerskampioen hier en het gaat nu beter en beter. En Bas Harbers dirigeert iedereen even op de juiste wijze op de foto. Als een klein paar stapjes zetten staan we niet precies voor de luidspreker. De 100 jaar Stadsparkprijs, maar Hans zei het al in zijn verslag en eigenlijk nu net ook. Fantastisch gedaan, want je deed alles buitenom. Een superzware koers voor deze RN. Ja, zeker weten. En het paard is met klasse natuurlijk het beste van het veld. Alleen het is een moeilijk heerschap. Maar vandaag heeft hij zich goed gehouden. Goed, ze heeft inderdaad zichzelf heel goed gehouden, maar je zat naast de Eden's Boy en dacht je niet van ik ga er al eerder voorbij? Ja, ik probeerde het aan de overkant even, maar hij bleef stug meerijden. Nou ja, dan moet je maar je krachten bewaren en tot het einde. En het ging zeker goed tot het einde. Sowieso gaat het goed bij Misha Brouwer, want na de een en de andere overwinning wordt bij elkaar gehaald. Ja, ik heb niks te klagen, gaat heel goed. Gelukkig. Kijk, hij heeft niks te klagen, zegt hij met een gigantische grijns, dames en heren. En daarom gaat hij ook weer zitten, de man die... overal weten te winnen, deze Misha Brouwer. En hij wint daarom ook hier in Groningen met Harenev Boko. Misschien inderdaad wel het beste paard van de koers, maar wat hij liet zien, absoluut fenomenaal. En dus de derde zege achter elkaar voor de stal van Bas Krebas. Maar dames en heren, groot applaus voor Harenev Boko en deze Misha Brouwer. Gevallen. Gold Rush Haas zag daar de uitgang en dacht daar ga ik lekker heen, maar dan moet hij weer de rug naar binnen. Dat kost een paar metertjes en doet dus niet mee aan het duel om de leiding. Eén deelnemer begon op het gras. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Dat is Ivar, die voelt zich niet zo heel erg thuis in Groningen. En de leiding wordt genomen door Eden's Boy. Eden's Boy, daarachter aan de relingzijde, is Niels Jongejans goed begonnen met Iowa River. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Eden's Boy doet dat als eerste. Iowa River leek dat als tweede te gaan doen, maar die krijgt aan de buitenkant nu al naast zich. En die gaat ook voorbij, de favoriet, Harenev Boko. Dan volgt Gold Rush H, daarachter aan de relingzijde Hotshot Rob. En laatste is Mr. Blitzer Bit. Maar dan gaan de rechte lijn overzijde in en het duel tussen de twee favorieten is al begonnen. Westerveld wil niet graag afgeven. Aan de buitenkant wil Misha Brouwer de kop graag hebben. En dus gaan ze nu precies gelijk op. Eden's Boy aan de binnenkant, Harenev Boko aan de buitenzijde. Daarachter lacht in zijn vuistje Niels Jongejans met Iowa River. En daarachter zijn werkgever, die ligt vierde met Hotshot Rob. Daarachter op plaats 5 probeert de aansluiting aan te pakken Gold Rush H. En dan Mr. Blitzer Bit. Aanval afgeslagen van Harenev Boko. Het is Eden's Boy die op kop blijft en zo gaan we de volgende bocht in. Er zat een aardig snelle fase in deze koers. Harenev Boko laat zich nu iets terugzakken. Terug naar binnen kan niet, want er ligt nog Iowa River en daarachter volgt Hotshot Rob. Dan volgt Gold Rush H en dan Mr. Blitzer Bit.
Renef Boko blijft aan de buitenkant schuin naast Eden's Boy hangen. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Ze de finish passeren nog één volledige ronde te gaan. Driekwart lengte voorsprong voor Eden's Boy. Eden's Boy, buitenkant haar Renef Boko, die dit soort parcoursen wel kan hebben. Dat is niet het punt, alleen de deelnemer aan de binnenkant van hem. Dat is ook een paard met heel veel lucht en karakter. En die kom je slecht voorbij. Die twee paarden dus vooraan. Daarachter op plek 3 Iowa River. 4 is Gold Rush H. 5 aan de relingzijde. Hotshot Rob. En 6e Mr. Blitzer Bit. Zijn nu 900 meter van huis. Deelnemers draaien de voorlaatste bocht in. En de leiding is in de handen van Eden's Boy. Schuin daarachter ligt haar Renef Boko. Daarachter aan de relingzijde Iowa River. Paarden gaan de rechte lijn overzijde weer in. 4e plek aan de buitenkant ligt er nu heel fijn in. Gold Rush haar. Daarachter aan de relingzijde Hotshot Rob. En daarachter in het tweede spoor Mr. Blitzer Bit. Weer een aanvalletje, klein aanvalletje van haar Renef Boko. Weer wordt hij afgeslagen en nog altijd Eden's Boy op kop. Proppen zijn er inmiddels wel uit bij Eden's Boy. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Gaan zo meteen de 500 meter paal passeren en Eden's Boy leidt. Eden's Boy, haar Renef Boko, daarachter aan de relingzijde Iowa River. Dan Gold Rush H, alles kan eigenlijk nog. Zelfs Hotshot Rob en Driedek aan de buitenkant naar voren gaan. Mr. Blitzer Bit hebben nog kansen. Zo gaan de paarden de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Nog altijd een lengtevoorsprong voor Eden's Boy die het weer oppakt. Eden's Boy. Aan de buitenkant haar Renef Boko. Driedek aan de buitenzijde het paard buiten weddenschappen. Mr. Blitzer Bit. In de laatste rechte lijn. Nog altijd die lengtevoorsprong voor Eden's Boy. Buitenkant haar Renef Boko komt wel iets dichterbij. Haar Renef Boko komt zeker dichterbij. Haar Renef Boko is ernaast. Haar Renef Boko is er overheen. Zo'n koers. En dan zo winnen. Go baby. Go go go. Haar Renef Boko. Dan Mr. Blitzer Bit buiten weddenschappen. Voor Eden's Boy. En Gold Rush H.